Arbeidsminister Stephen McAndrew zegt dat er heel nuchter gekeken moet worden naar de finale investeringsbesluiten, FID, van oliemaatschappijen in de offshore olievelden van Suriname. Hij sprak journalisten eerder voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat de gemeenschap niet moet denken dat het bakken met geld zal regenen uit het niets. Wel, ik denk dat we heel nuchter moeten kijken naar het gebeuren van de final assessment decision. Ik hoor soms geleden dat mensen denken dat we in geld gaan zwemmen, nu die final investment decision is genomen. Nee, het is gewoon een beslissing geweest van een private organisatie dat ze willen investeren in Suriname en wel offshore. En dat ze 10 miljard gaan investeren om dat te bewerkstelligen. Uiteraard zal toch wel een deel daarvan in Suriname besteed worden. Maar ik zie de voordelen meer voor de private sector in de context van local content. Als ze diensten en services in Suriname zullen procuren, dan zal dat toch wel een spin-off effect hebben. De minister geeft verder aan dat de private sector het meest voordeel kan halen uit de spin-off van de offshore ontwikkelingen. Zij zullen uiteindelijk toch wel de diensten en goederen moeten leveren aan deze bedrijven die offshore aan de slag gaan. Als het nou brood is, zo, noem maar op, zij zullen het moeten doen. En als dat betekent dat ze moeten overgaan tot verruiming van hun productie, waardoor er meer mensen in dienst moeten worden genomen, dan zeg ik dat dat toch wel een positief effect is van de final investment decision op werkgelegenheid in Suriname. McAndrew verwacht dat het gros van het technisch kader dat nodig is binnen deze industrie uit het buitenland zal komen. Hij meent dat er onvoldoende kennis is in Suriname wat betreft de benodigde specialisatie in de offshore industrie.